hier is Wouter. Welkom bij deze video. Een paar dagen terug maak ik de Tosti maken met Wouter video deel 3. De Serpent Tosti. Nou, die werd natuurlijk ook weer in de livestream van Serpent gezien, die video. Die liet ze daarin zien. Tenminste, ze. Hij liet hem daarin zien. Dus als je hem even wil volgen op Twitch, volg dan Serpent op Twitch. Dat is zijn Twitchnaam. Maar daar liet ze dus die video zien. Dat ik die Tosti ging maken. De Serpent Tosti. Nou, het eerste wat er opviel was mijn editfoutje. Want ik had natuurlijk een editfoutje gemaakt. Had ik gelijk door toen ik klaar was met die video. Maar ik dacht, nou, ik heb geen zin om alles weer opnieuw te doen. Dus ik upload hem gewoon. Is een beetje lui misschien. Maar ik had geen zin om het opnieuw te doen. Dus ik dacht, ik gooi de video online. Daar valt toch niemand over. Maar wel die luisteren dus. Daar hadden ze wel door dat ik een klein editfoutje had gemaakt. Maar goed, de volgende probleem was, ik had geen salami bij mijn Tosti. Dus toen zei Rick van, misschien moeten we even tegen Wouter zeggen van dat hij de volgende keer salami bij zijn Tosti moet doen. Kreeg ik gelijk allemaal reacties met salami, salami, salami. Gelijk in de video, allemaal reacties met salami. Maar het probleem was, ik kon de juiste salami niet vinden. Want ik moest van dat, wat was het nou, kalkoen salami of zoiets? Die moest ik bij mijn Tosti doen. Nou, ik heb in de winkel de hele tijd lopen zoeken naar die salami. Kon hem niet vinden. Ik heb maar gezocht en gezocht, maar de juiste salami kon ik niet vinden. Er waren wel wat salamis, maar er waren allemaal salamis met varkensvlees en zo. Nou, varkensvlees moet je sowieso niet eten. Dat is heel ongezond voor je lichaam. Dus dat kan je beter maar niet eten. Maar de juiste salami kon ik niet vinden. Dus dat was dus het probleem. Wouter Boeven had geen salami bij zijn Tosti. Nou ja, als ik er wel salami bij had, had ik waarschijnlijk nog erger gevonden. Ik heb echt een hekel aan salami. Salami is gewoon niet te vreten. Dat mensen salami op een Tosti doen, is voor mij niet te begrijpen. Salami is echt gadverdamme, wat ranzig. Nee, voor mij echt geen salami op mijn Tosti hoor. Ik hou het wel bij mijn eigen Tosti's. Vindt ook niet iedereen lekker, schijnt het zo te zijn. En mijn Tosti's worden ook niet echt als helemaal normaal bestempeld. Maar salami op een Tosti, dat lijkt me echt dat mensen dat eten. Hè? Überhaupt dat mensen salami eten. Salami is een gore troep. Nog ongezond ook, met al het varkensvet erin. Dus als ik jullie een tip mag geven, vermijd de salami. Maar over het algemeen vond ik het wel leuk om mijn eigen video terug te zien in die livestream hoor. Het is alleen jammer dat ik heel veel van die livestream dat ik dan net mis. En dan wil ik echt stukjes van mezelf terugkijken als ik er zelf in zit. Maar ja, dan moeten we weer een abonnement nemen en ik ga er niet voor betalen. Ik ga niet abonneren op een Twitch streamer zeg. Moet betalen en zo? Nee, ik hou niet van betalen. Maar ja. Mocht het trouwens voorkomen dat iemand mij in een Twitch livestream gebruikt, meld me dan even op Instagram. Dan kan ik ook even kijken. Want dat vind ik altijd wel leuk om mezelf te zien. Beetje arrogant misschien, maar ik vind het altijd wel leuk om mezelf te zien in een andere Twitch livestream. Ja, die video was trouwens wel goed bekeken. Hè? 122 likes op die video van Tosti maken met Wouter deel 3. 122! Dat is voor mij heel veel. Voor jullie is het waarschijnlijk niet veel. Want jullie kijken waarschijnlijk naar hele goede YouTubers met duizenden likes. Maar voor mij is het veel, dus ik ben er blij mee. Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer. En onthoud één ding. Fuck de salami.